Test, test, 1, 2, 1, 2. Welkom, welkom. Welkom Nederland. We zijn er weer Nederland, we zijn er weer. We zijn helemaal niet ver weg geweest. En al helemaal niet voor een lange tijd. We zouden rond 12 even het een en ander aan jullie allemaal duidelijk maken, maar we waren wat later. Maar dat geeft niet. Voor degene die aanwezig is, welkom, welkom. We zijn terug. Jan Nederland met een pijnlijke uitspraak voor al die corrupte figuren. En al die dubieuze, malefiede politieagenten die mij trachten op te sluiten, Jan Nederland. Hallo allemaal, welkom, welkom. Laten we meteen beginnen, Nederland. Zoals jullie misschien hebben gezien, afgelopen zondag hebben die corrupte, dubieuze figuren mij weten aan te houden. Ik sloeg niet eens op de vlucht. Ik was alleen aan het kijken hoe deze ratten in een muizenval waren getrapt. En dat waren ze flink ook. Ja, Nederland. Want, wat is er nou gebeurd, Nederland? Wat is er gebeurd, hè? Wat is er gebeurd? Dat vraag je je af. Helemaal lijp. Er is genoeg gebeurd. En we gaan het er deze aankomende dagen, weken, elke dag over hebben. Denk je nou echt, mevrouw Paard, dat je hiermee wegkomt? Denk je nou echt dat ik in de gevangenis nu zou zitten? Dacht je nou echt dat ik jullie broodjes, bruin brood met kaas en hagelslag en jam zou nuttigen? Ik scheid ze net allemaal uit. Ja, Nederland, we hebben 4 dagen niet kunnen scheiden door hun maaltijd. Vanaf zondag. We scheiden ze allemaal uit, Nederland. Stuk voor stuk. Al die broodjes. Bruin brood met kaas, jam en hagelslag. Voor alle duidelijkheid, Nederland. Ze hebben het geprobeerd. Lees goed wat hier staat. Is het voor jullie duidelijk? Kunnen jullie dit lezen? Is dit duidelijk te zien? Dit is een nieuwe test. We hebben nieuwe camera's, nieuwe telefoons. We hebben nieuwe spullen om meteen mee aan de slag te gaan. Ja, Nederland. En ze dachten weer natuurlijk iemand op te sluiten en iemand mond dood te maken. Nederland, jullie weten het. 25 mei, hoger beroep. 25 mei, veiling, huigplug. Op 25 mei gebeurt wel heel veel. Ik snap er helemaal niks van. Ik weet wel één ding. Oké, zeg nou even kijken. Ik lees even mee hoor. Ik ga het sowieso voorlezen. Ik moet het sowieso scherp stellen. En dit is niet een hele dure camera. Maar dit was meer om te testen en om te kijken of alles het nog doet. En alles doet het gelukkig. We gaan in ieder geval lezen. Nederland. Want afgelopen zondag dachten ze mij aan te houden bij een bouwval. Die politiebureau waar ze een heel groot illegaal feest hadden georganiseerd. Een tijdje terug. Ja, Nederland. Die is nog steeds niet operationeel. Die is nog steeds niet in gebruik. Die politiebureau stinkt nu al van buiten. Laat staan straks van binnen. Kan je nagaan. Kan je nagaan, Nederland. Voor degene die de beelden afgelopen zondag heeft gezien. De beelden zijn momenteel offline. We hebben dat moeten doen vanwege privacy redenen. Deze mevrouw Paard die klakkeloos mijn naam opnoemt. En daarna vraagt naar een ID. Die is zo raar. Zij is zo raar. Hoe ga je nou iemand eerst in de boeien slaan. Vervolgens vragen naar zijn ID. En vervolgens noem je ook nog zijn naam op. Dan ben je een dwaas. Dan heb je een bivakmuts nodig en dan ben je gewoon letterlijk een crimineel. Want je doet alsof je niks weet, maar je weet alles. Ja, Nederland, deze criminelen van afgelopen zondag, die gaan we keihard aan de tand voelen en die gaan we aanklagen. Weet je waarom? We hebben hier een bevel, origineel, van de rechtbank. En daar staat in Nederland. Ja, Nederland.
We gaan het even voorlezen. Rechtercommissaris in strafzaken. Afwijzing, vordering tot ten uitvoerlegging van de vervangende hechtenis en het bevel tot in vrijheidstelling. Artikel 6620 Wetboek van Strafrecht. In de strafzaak tegen de veroordeelde zware ex-crimineel Gouden Vrouw de TV wordt bijgestaan door meneer Roethoff. Nooit liegen. Nooit liegen, corrupte agenten. En vooral die hulpofficier van justitie die in zijn voorgeleiding gewoon klakkeloos op papier had gezet dat ik de naam van mijn advocaat niet kon herinneren. Je moet je schamen. Ik ken de naam van je hele korps. Ik ken de naam van iedereen die daar zelfs werkt. Waar heb je het over? Ik kan de naam van mijn advocaat niet herinneren in Nederland. Nou, hier is hij dan. Voor degene die hem ook niet kent, dit is mijn advocaat. En als ze moeilijk doen, neem ik nog een tweede en een derde advocaat erbij. Voor degene die aan het kijken is. Ze hebben het geprobeerd, Nederland. Lees goed en we gaan het even kort doornemen. We gaan het even gewoon in Nederland. We raken er helemaal duizelig van. Moet je zien, hè, Nederland. Moet je zien. Kijk wat die mensen op papier hebben gezet. Het is te bizar voor woorden, Nederland. Te bizar voor woorden. Helemaal dizzy. Je wordt er helemaal duizelig van. 10 mei 2022. We gaan het sowieso even voorlezen. En dan gaan we het er even over hebben. Ja, Nederland. Even kijken. Procedure. De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtercommissaris de ten uitvoerlegging van de vervangende hechtenis zal bevelen. Het gaat om de vervangende hechtenis behorend bij het gebiedsverbod dat is opgelegd bij vonnis van 4 oktober 2021. Het vonnis wat eigenlijk bedoeld was voor de heren van de Baliestraat. Ja, Nederland, die was eigenlijk voor hun. Zij hadden zich nooit meer bij een politiebureau moeten begeven. Want ze zijn dubieuze vrouwen. Maar uiteindelijk, ja, Nederland, gaan ze niet naaien. Dit is wat ze doen. De veroordeelde is op de vordering gehoord. De raadsman is daarbij in de gelegenheid gesteld de nodige opmerkingen te maken. Wij gaan het zo over die opmerkingen kort hebben. Niet alle opmerkingen, maar een aantal waardoor je gewoon vrijkomt. Waardoor je vrijkomt. De beoordelingen, kijk eens, we gaan het even doornemen. Beoordeling. Er bestaan geen ernstige redenen voor het vermoeden dat de veroordeelde de maatregel niet heeft nageleefd. Ja, Nederland, dit is voor die corrupte agenten. Dit is voor die corrupte agenten die tot 2 maal toe hebben geprobeerd mij te framen en mij te veroordelen. Door te zeggen dat ik een gebiedsverbod had overtreden. Er bestaan geen ernstige redenen voor het vermoeden dat de veroordeelde de maatregel niet heeft nageleefd. De veroordeelde heeft een gebiedsverbod opgelegd gekregen, geldend voor alle politiebureaus van Amsterdam. Het gebouw waar hij nu is aangetroffen is nog niet als politiebureau in gebruik. De gedachte achter het verbod is ook dat de politie geen last moet hebben bij het werk van de veroordeelde. Nu het bureau nog niet operationeel is, is dat nog niet aan de orde. In your face. In your face. De rechtercommissaris merkt op dat het feit dat dit toekomstige politiebureau niet is opgenomen in de lijst bij het vonnis niet beslissend is. Vanaf het moment dat dit gebouw als politiebureau in gebruik genomen is, geldt het locatieverbod ook voor dit gebouw. Naar Nederland, nu mogen jullie zelf oordelen. Ja, Nederland, nu mogen jullie zelf oordelen. Beslissing, gaan we even verder.
Ja, Nederland. Beslissing. Ja. De rechter. Ja. Ja. Commissaris. Wijst de vordering af. Met andere woorden, je mag naar huis. Het gaat niet door. Leuk geprobeerd. Ja, Nederland. Beveelt de invrijheidstelling van de veroordeelde. Dit bevel is op 10 mei 2022 verleend door meneer de rechtercommissaris. Daar gaan we hem zeker voor bedanken. Daar gaan we hem voor bedanken. Hartstikke bedankt voor die uitspraak. Jullie kunnen me niks maken. Jullie krijgen de groeten uit de Bijlmer van alle zware criminelen. Jullie dachten mij op te kunnen sluiten voor een paar dagen of een maand. Maar dat is niet doorgegaan. Jij, mevrouw Paard en die grijze witte wolf. Ja, die 40-jarige, wat zal die zijn? Hij is misschien 44, maar zijn haren zijn zo wit als een witte wolf. Die man is wit, gestrest van het werk. Helemaal wit. Komt hij met zijn bril op. En zijn stinkende handboeien. Denk ik dat je me kan aanhouden. Zonder gegronde redenen. Je bent een dwaas. Je bent een dwaas en je hebt grote fouten begaan. Daarom gaan we jullie aanklagen. Jullie hebben, zoals jullie weten, mij geript van mijn telefoon. Omdat jullie criminelen zijn, zal ik mensen voor jullie waarschuwen. Als jullie zo door blijven gaan met jullie dubieuze praktijken, dan gaat heel Nederland zich tegen jullie keren. Want heel Nederland is niet gediend van dit soort praktijken. Nederland, dit is een uitspraak die ik niet zelf heb bedacht, maar die zeer zeker geldig is. Deze uitspraak, ja Nederland, deze uitspraak is in your face. Dit gaat uit naar al die loesje figuren. We gaan het hierbij laten. We gaan dit niet eens meer laten zien. We zijn er klaar mee. Dit gaat uit, Nederland. Naar al die loesje figuren. Al die loesje figuren van Bureau Baliestraat. Mevrouw Paard met haar bivakmuts. We gaan het deze week elke dag over jou hebben. Want je wil over mij liegen? Wil je over mij liegen? Wil je mij in een politiecel douwen? Wil je machtmisbruik toepassen? Wil je corruptie toepassen op mij? Ik ga je corruptie laten leren via YouTube. Ik ga het ze allemaal, maar ook allemaal hier tonen. Nederland, we gaan de meest zware misdrijven nu bespreken. Op de channel, gegarandeerd. We gaan het alleen maar hebben over lijp dingen. En over deze loesje figuren. We gaan niet meer zoveel actief zijn tijdens demonstraties. Heel af en toe gaan we daar aanwezig zijn. Why not? Maar we gaan het zeer zeker alleen maar continu over deze corrupte werkwijze hebben. Van mevrouw Paard. Ja. Meneer Banaan. De grijze witte wolf en Barbie, het zusje van Milou Carla Terbeek, die me naar de Bijlmer hadden gebracht. Amsterdam Zuidoost, stinkbureau, bureau Vlierbosdreef, cellencomplex, waar jullie je mogelijk hebben begeven. Wij weten donders goed dat honderden, maar ook duizenden kijkers daar over de vloer zijn geweest. Deze gaat uit naar Recht voor je Raap en zijn handlangers, die corrupte figuren. Alle corrupte figuren en handlangers van Recht voor je Raap. We hopen, ja, dat jullie, ja, in de toekomst, ja, letterlijk, ja, geen ene stap meer vooruit kunnen zetten. Dat jullie geblokkeerd zijn. En nu zijn jullie geblokkeerd, Nederland. Ze zijn keihard geblokkeerd. Lees straks even terug naar die uitspraak. Wij gaan eventjes aan de slag met die livestream. Ja, we gaan nu klachten indienen en aangifte doen.
Jan en Lan aangifte, want ze hebben mij zonder gegronde redenen aangehouden. En deze Pinocchio's, die wisten dat die bureau niet operationeel was. Ja, dat wisten ze donders goed. Want het is gebruikelijk dat de hele omgeving en alle burgers worden uitgenodigd bij een opening van een politiebureau. Dat heeft niet plaatsgevonden. Dat heeft niet eens plaatsgevonden in Nederland. En de aannemer, die is daar nog gewoon actief. De aannemer is daar nog steeds actief. Ze kunnen helemaal niks zeggen. We gingen kijken naar de planten, de deur, de bebouwing. We hebben genoten van een gebouw die van ons is. En als jullie mij daar niet willen hebben, dan moet je dat gewoon zeggen. Dan moet je me niet zo agressief aanhouden en dreigen met geweld. Want jouw geweld stelt niks voor. Je wil niet weten wat voor geweld ik vroeger in mijn leven heb toegepast. Wat jullie gewoon in jullie proces van balen allemaal hebben beschreven. We staan niet onbekend. Huh? Nederland, ja. Ze weten donders goed. Mijn geweld van vroeger, ja Nederland, was zwaar extremer. Zij proberen dat nu na te bootsen en dat op mij toe te passen. Maar het werkt niet. We hebben ze weggestuurd. We hebben ze weggestuurd, Nederland. Letterlijk en figuurlijk. Deze gaat uit naar de officier van justitie, die het ook heeft getracht. Nederland, ze proberen het. Ze proberen het, ze proberen het in groepsverband. Deze handlangers van de politie, genaamd justitie, jullie zijn een schande. Jullie zijn een schande en jullie zijn door deze rechter even teruggefloten en op jullie vingers getikt. Daar willen wij hem voor bedanken. En die mevrouw Paard, ja Nederland, mevrouw Paard, die deze week veelvuldig besproken zal worden, die heeft gewoon een grote fout gemaakt. Met je taser op je dijbeen, die je zelden gebruikt. Je loopt met je bivakmuts, terwijl jij, ja Nederland, op alle nieuwschannels van Noord-Holland gewoon openlijk en bloot te zien is. Ze is een dwaas. Ze weet niet wat ze heeft gedaan. Dit is zware corruptie. En zo pak je dat aan. Dit is voor iedereen die de livestream had gezien. We zijn vrij, gezond en wel. En we hebben genoeg te besteden. We zijn op zoek naar de lijpste manieren. Ja, om ze te filmen. We komen met de lijpste dingen en de lijpste apparatuur. En ze gaan het merken. Ze willen liegen en ze wilden me aanhouden. Maar ze hebben helemaal daarmee niks, maar ook niks bereikt. En dat is een feit, Nederland. Dit is voor iedereen die aan het luisteren is. Want kijken, daar heb je nu niks aan. Ze proberen van alles en nog wat voor degene die aanwezig is. We lezen mee, zeer zeker. We lezen mee, mental. Hou je taai, hou je sterk. En laat je niet benadelen. Wie is er nog aanwezig? Wie is er nog aanwezig? We kijken mee, Nederland. Ja, dat is wat ze doen. We lezen mee. Lees mee in de chat als je toch er bent, Nederland. Lees gewoon mee. Ze zijn dubieus bezig, Nederland, we weten het. We gaan ons in ieder geval zeer zeker niet laten benadelen. Rug recht, hoofd omhoog, kijk naar voren. Kijk door ze heen als ze naar je kijken. En nu is het zo dat we ze uitlachen, Nederland. Wat denk je dat er gebeurt als je mevrouw Paard en meneer de grijze witte wolf op straat tegenkomt? Dan gaan we niet hun filmen. Nee, Nederland, dan gaan we ze uitlachen. We lachen ze keihard uit. En dat is zeer zeker wat we gaan doen. We gaan ze uitlachen. Zo is het Nederland. Ze gaan je alleen maar met kosten opzadelen. We lezen in de tussentijd mee. Ze proberen van alles. Ze hebben het leuk geprobeerd. Het is in ieder geval niet gelukt. Hou je sterk, hou je taai. We gaan het een en ander vandaag allemaal doen. We hopen later een update te geven.
En dan kunnen we even kijken of dit in ieder geval allemaal werkt. Dank jullie sowieso voor het luisteren en kijken. Dit is voor al die loesje figuren die in de die in het gangenstelsel werken van de rechtbank op de Parnassusweg. Jullie kunnen me niks maken. Jullie zijn de handlangers van de politie. En we komen nooit meer bij jullie over de vloer. En als we voor de deur zijn, moet je glimlachen. Want we gaan je filmen. We gaan je filmen. Want je wou mij bedreigen. Ja, Nederland. Ze hebben weer tal van dreigementen geuit. Tal van vies dingen gedaan. Maar we gingen ze uitlachen. Elke keer als ze iets hadden gedaan. Dus, met andere woorden. Geef niet op. Laat gewoon zien dat je ze veel te slim af bent. En dat gaan ze weer vandaag terugzien, Nederland. Let maar op hoe snel deze video. Ja, Nederland, de aankomende uren wordt bekeken. Hij wordt niet bekeken door nieuwsgierige mensen of mensen die per ongeluk op de video drukken. Nee, deze wordt bekeken door echt letterlijk al die corrupte figuren. Ja, Nederland, allemaal. We hopen in ieder geval dat het goed gaat met jullie. Met mij gaat het helemaal goed. En ik heb geen rode cent nodig. We zijn hier niet voor donaties. En al helemaal niet om te liegen. Want we liegen niet, Nederland. We kwamen alleen de waarheid spreken. En de uitspraak van de rechter laten zien. En dat hebben we nu gedaan. En meer hebben wij op dit moment nu even niet te bieden. Ja, dank jullie allemaal voor het kijken, Nederland. Wij doen weer de groeten, officiële groeten aan iedereen. Amsterdam, West, Oost, Zuid, Noord, de Bijlmer. Heel Noord-Holland. Iedereen in het zuiden, het noorden, van Zeeland, Maastricht, tot aan Groningen. Friesland, iedereen op Urk. Alle schilders en bouwvakkers uit Urk die ik ken. Ja, Nederland. En iedereen die aan het varen is op een kotter. Jullie krijgen de groeten vanuit de Bijlmer. En jullie krijgen de groeten vanuit, sowieso Nederland. Amsterdam-Oost, bureau Balistraat. Nummertje 104. Ja, zeer zeker. Jullie krijgen de groeten van ze. Want ze zijn vandaag officieel letterlijk aangepakt. Aangepakt volgens alle regeltjes, Nederland. Jullie moeten het niet vergeten, Nederland. Jullie moeten het niet vergeten. Als je een muizenval neerlegt bij een politiebureau, luister goed, Nederland. Kan iemand dit ook in de comments droppen? En dat moet je even doen. Als je een muizenval neerlegt bij een politiebureau, dan vang je in een korte tijd een aantal ratten. En dat is echt zeker gebeurd, Nederland. Een aantal ratten hebben we gevangen. Letterlijk en figuurlijk. Ja, Nederland. En wij hebben gewoon niks anders gedaan dan die muizenval achteraf weggehaald. We zijn teruggegaan. We hebben ons vervoermiddel opgehaald die we daar hadden achtergelaten. En waarvan zij niks wisten. Nou, we mogen daar nog steeds komen, Nederland. We gaan daar naartoe. We gaan er naartoe tot aan de dag, Nederland, voor de opening. Ja, zolang die niet operationeel is, we nemen contact op met de aannemer. We vragen wanneer is die opleverdatum. En dan weten wij wanneer die politiebureau operationeel is. En zolang die niet operationeel is, staan wij voor de deur om het over jullie te hebben. Dus, Nederland, hou het in de gaten. Dit was Plaatsdelict TV vanuit Nederland, Amsterdam. En in vrijheid natuurlijk, niet in gevangenschap. Want dat is nou iets wat even een halt is toegeroepen. Dat is niet doorgegaan. Sorry. We gaan hem sowieso eventjes posten. We hebben hem nu eventjes zo. We hebben het er eventjes over. We gaan hem sowieso even posten. We sturen hem door. Andere mensen posten hem door op die andere platformen.
En dan hopen we dat iedereen wordt geïnformeerd over het hele gebeuren. Ze hebben het niet in de media erover gehad. Ze hadden ook niet gezegd, ja, man met gebiedsverbod die YouTube-account moet verwijderen, is opnieuw aangehouden voor een politiebureau in aanbouw. Nee, Nederland, dat hebben ze in het nieuws niet gepubliceerd. Ze zwijgen. En ze zwijgen ook over de invrijheidstelling. Ja, Nederland. En over deze vordering die is afgewezen. Daar willen ze het niet over hebben. Daarom zijn wij hier om het nieuws te brengen. Ja, Nederland. Dank jullie allemaal en allemaal voor jullie aanwezigheid. En voor degene die niet aanwezig is, ja, geloof het of niet. Jullie hebben wat gemist, maar jullie gaan het niet missen, want jullie zijn nog steeds aanwezig. Deel deze livestream, deel het op je channel, op je overal en nergens. Laat iedereen weten dat we vrij zijn, gezond zijn en dat die agenten op hun vingers zijn getikt en terug zijn gefloten en dat hun corruptie die ze wilden toepassen volledig is exposed. Ja, Nederland, in een korte tijd. Ja, hartstikke bedankt. Deze gaat uit. Ja. Naar iedereen die ermee te maken heeft, iedereen die erbij betrokken is, iedereen die zichzelf als een anonieme agent in het dossier wou presenteren. Deze gaat gewoon uit naar jullie. Jullie wilden liegen, zware corruptie toepassen, mij aanhouden. Huh? Jullie wilden zeggen dat ik het gebiedsverbod had overtreden, terwijl dat helemaal niet zo is. Jullie doen... ja, alsof die politiebureau een politiebureau is, terwijl het een bouwput is. Het is gewoon letterlijk een bouwput, Nederland. Dit is helemaal lijn. Jullie gaan het allemaal terugzien, Nederland. Jullie gaan het allemaal terugzien. Die chihuahuas, ja, want het zijn chihuahuas, die kunnen me helemaal niks maken. Ik stuur ze letterlijk richting de hondenasiel, want daar horen ze thuis. Daar horen ze thuis, nergens anders. Deze loesje figuren die het afgelopen zondag, ja, hadden geprobeerd, die zijn volledig, maar ook volledig, ten onder gegaan. Keihard op hun bek gevallen, Nederland. En daar kunnen ze niet tegen. En wij gaan ze vanaf nu, Nederland, alleen nog maar uitlachen. Alleen maar uitlachen, 2 jaar lang. Dat hele gebiedsverbod is gewoon... voor mij, van tafel, Nederland. Helemaal, allemaal. We hebben daar niks te zoeken. We denken dat we zaken met de politie doen. Denk je nou echt dat we zaken met de politie doen? Wij doen geen zaken met hun. Ik heb met criminelen gewerkt vroeger. Ik heb gewoon normaal gewerkt vroeger. Ik heb een normaal leven. En zij kunnen daar niet tegen. Maar ik werk niet met de politie. En zij willen gewoon, ja, Nederland... iemand die ze zwaar heeft exposed. We hebben ze keihard exposed. We hebben ze heterdaad betrapt. Martin Philip van Donselaar. De wijkagent die er nu zeer ziekjes bij loopt. Die hebben we betrapt met zijn vieze streken. Zijn machtsmisbruik. Het misbruiken van instanties zoals GGD, GGZ, Team Vangnet... veilig thuis, al die dingen, dat misbruikt hij. Hij komt met junkies aan, hij loopt met junkies. Ik weet niet waar hij ze vandaan haalt, of hij betaalt ze, of hij levert ze diensten, of ik weet niet wat hij doet. Maar hij komt met junkies aan en dan zegt hij dat ik ernaast moet zitten. Waarom moet ik ernaast zitten? Ik heb niks voor die junkie. Ik kan een broodje voor hem kopen als hij honger heeft. Maar ik ga hem niet voorzien in zijn verslaving. Of ik ga niet met hem op de foto. Waarom moet ik naast hem zitten? Ga er lekker zelf naast zitten. Ga er lekker zelf naast zitten. Of zet je vrouw ernaast. Ja, en dan maak je een foto. Dan weet je in ieder geval wat voor vieze streek je hebt uitgehaald. Ja, bij je eigen familieleden. Maar niet bij mijn makker. Niet bij mijn makker. Je was officieel gewaarschuwd. Je was officieel naar binnen teruggestuurd waar je vandaan kwam en daar kon je niet tegen. We hebben een keiharde klacht tegen jou ingediend en je bent keihard teruggefloten en op je vingers getikt. Maar het is allemaal beland in een doofpot. Juist omdat het in een doofpot beland is, zijn wij ermee verder gegaan.
Daarom ben je nu gewoon de hoofdrolspeler. Je bent de hoofdrolspeler die we aan de tand gaan voelen. Ja, in de rechtbank. Zet je maar schrap. Eerst ga je daar verschijnen als getuige en daarna als verdachte. Ja, Nederland, alle mensen, alle figuren hier in Nederland die zich bezighouden met mensenrechten schendingen. Ja, fraude, corruptie, meineed, valsheid in geschriften. Deze mensen horen allemaal te verschijnen voor een tribunaal. En die tribunaal die moet zeer zeker in Den Haag opgericht worden. Ja, en wij wachten nog steeds Nederland. Iedereen wacht erop. Tribunaal voor iedereen die zo asociaal te werk is gegaan. Want je bent zeer zeker asociaal als je dit soort dingen doet in tijden van crisis. In tijden van crisis gaan deze mensen jou het leven zuur maken. Dacht je nou echt dat jullie geslaagd zijn in hetgeen wat jullie geprobeerd hebben? Jullie hebben gefaald, continu. En de hoofdrolspeler, Martin Philip van Donselaar, met zijn teamchef en zijn collega Marco Buis. Ja, laten we die anderen niet eens gaan opnoemen. Jullie zijn een schande. Jullie moeten jullie schamen en jullie kunnen me helemaal niks maken. Ga je bivakmuts dragen, net als mevrouw Paard, en dan rij je rondjes in de wijk. En vergeet het niet, sla natuurlijk zeer zeker mijn omgeving over. Kom daar niet, je hebt er niks te zoeken. Wij beveiligen onze eigen straatje wel. Ja, yeah. We hebben jullie namelijk niet nodig. Als jullie, ja, nodig zijn, als wij jullie, nodig hebben, ja, dan bellen we jullie. Dan kunnen jullie komen. En zolang wij niet bellen, dan hoeven jullie hier ook niet in de straat te begeven. Want jullie willen niet dat ik bij jullie kom, maar wat komen jullie dan doen bij mij? Jullie zijn letterlijk. Letterlijk, maar ook letterlijk zeer, 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 zeer triest bezig. We danken jullie allemaal voor het kijken, Nederland. Dit was Plaats Delict TV. Aha. Rechtstreeks vanuit Amsterdam in vrijheid. En niet vanaf bureau Vlier Post Dreef. Ja, in de Bijlmer.